Met een oog voor detail legt de Nederlandse kunstenaar Erik Odijk de stenen neer. Allemaal zeer precies. Ze hebben dan ook een speciaal verhaal. Odijk vroeg aan mensen over de hele wereld om een herinnering aan een dierbare op een steen te schrijven en die naar hem op te sturen. Alle stenen samen vormen ze dit werk. Er is hier ook een hele leuke steen hier voor kinderen gemaakt. Dat is dan beschilderd. Ter herdenking van hun gestorven opa. Volgens mij hebben ze die steen gevonden op het bospad waar opa altijd liep te wandelen met hun. Nou, ik hoop dat mensen hier gaan zitten en doen wat je normaal gesproken op een kerkhof ook zou doen. Erik Odijk is een van de 25 kunstenaars die meewerken aan de Unie Hasselt-Genk. Overal waar je komt, ga je vanaf dit weekend grote kunstwerken zien, zoals hier onder een brug in Genk. Daar wordt er nog druk geschilderd aan een werk van Nils Norman. In de Hasseltse binnenstad heeft de Zwitserse kunstenaar Felici Varini zilveren lijnen over de gevels en daken laten lopen. Allemaal kunstwerken om een brug te slaan tussen Hasselt en Genk. En dat gaat verder dan alleen kunst. Dus het Literair Museum van Hasselt werkt samen met de bibliotheek in Genk. Het Musicodroom, de rocktempel van Hasselt, werkt samen met het Rondpunt 26 in Genk. Dus er vinden enorm veel verbindingen plaats. Ik bedoel, dat vind ik ook mooi. En elke stad heeft iets wat hen speciaal maakt. Een echt ouderwets bruin café bijvoorbeeld, zoals de Cambrinus in Hasselt. Kunstenaar Rinus van de Velde gebruikte het café als achtergrond voor dit grote werk in houtskool. Ik heb een 20-tal van mijn vrienden uitgenodigd. We zijn naar hier gekomen. Ik heb die verkleed, ik heb een aantal requisieten meegenomen. Ik heb die dan geplaatst in het café en dan daar een foto van genomen. En dan ben ik met die foto in mijn atelier gegaan en heb ik daar een werk van gemaakt. Dat uiteindelijk dit is geworden, een werk van 6 meter op 3 meter hoog. De Unie Hasselt-Genk loopt vanaf dit weekend tot oktober.